goedenavond. Vorige week was het nog prachtig lenteweer met hoge temperaturen en de natuur ontwaakte. Maar de komende dagen worden toch allemaal geleidelijk aan steeds frisser. Maar ook vanochtend lage temperaturen met op grote schaal vorst. De laagste temperatuur in het oosten van Nederland, zo'n min 2 graden. En dat heeft ook nog behoorlijk wat problemen opgeleverd. Maar ook toch wel een paar hele mooie plaatjes. Deze beelden uit de Betuwe van sproeiers die aanstaan. Niet om de droogte tegen te gaan, maar om de vorst te beperken. Zeker voor de bloesem, want de bloesem die zorgt ervoor dat, of de sproeiers die zorgen ervoor dat er een ijslaagje komt op de bloesem. En de bloesem die moet niet kapot gaan, want anders heb je aan het eind van het jaar geen fruit die aan de fruitbomen hangt. En zo'n laagje ijs dat zorgt ervoor dat de bloesem wordt beschermd en er uiteindelijk ik ga even door naar de volgende kaart. De camping was vandaag ook behoorlijk rustig. Er was bijna geen mensen te bekennen. Maar vorige week, nou, ik zal even heel rustig ademhalen. Ik ga je gewoon even vertellen wat het weer de komende dagen gaat doen. De camping was behoorlijk rustig. Ik kan eventjes doorgaan naar de volgende. Het was mooie stapelwolken vandaag. De zon kwam tevoorschijn. En het was uiteindelijk toch nog behoorlijk aangenaam weer. Temperaturen van gemiddeld een graadje of 10. In het noorden van Nederland hadden we te maken met behoorlijk wat bewolking. Temperaturen van gemiddeld een graad of 8. En we hadden te maken met aanvoer vanuit het noordoosten met behoorlijk wat bewolking. Wel brede opklaringen vandaag met een hoge drukgebied. De aanvoer uit het noordoosten. Lage temperaturen vandaag, gemiddeld een graadje of 9. En die stroming die houden we de komende dagen nog gewoon heel erg goed vast. Dat betekent dat de temperatuur geleidelijk aan steeds verder omlaag gaat. Veel zonneschijn, zo af en toe een sneeuwbui in Denemarken. Verder naar het zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. In het zuidwesten veel ruimte voor de zon. Temperaturen van gemiddeld een graadje of 24. Temperaturen in het noorden zo'n 5 à 6 graden. En de noordoostelijke stroming zorgt ervoor dat de temperaturen de komende dagen steeds verder omlaag gaat. Naar gemiddeld een graad of 7 voor komende zaterdag. Veel bewolking in het oosten van Europa. Dat geldt ook voor Duitsland. De aanvoerrichting zorgt ervoor dat er nog veel meer bewolking onze kant op komt. Maar ook zeker een aantal opklaringen. Temperaturen die gaan vannacht omlaag naar gemiddeld rond het vriespunt. Landinwaarts komen de temperaturen rond de min 1, min 2 graden uit. En het Waddengebied, daar kan zo af en toe een enkele winterse bui vallen. En morgen overdag gaat de temperatuur nog wat verder omlaag dan vandaag. Maximaal een graad of 10 in het zuidwesten. Temperaturen in het noordoosten komen op een graad of 7 uit. En in de middag zou er zomaar eens weer een winterse bui kunnen gaan vallen. Temperaturen gaan verder omlaag naar 7 graden op zaterdag. Er kan in de middaguren een winterse bui vallen. Temperaturen in de nachten onder het vriespunt. En na het weekend gaat de wind naar het oosten tot zuidoosten en komen uit op een graadje of 15. En daarbij komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Fijne avond.